Blaaskapel De Koepelblazers uit Lierop bestaat 50 jaar en dat werd op vrijdag 27 mei gevierd met een receptie gevolgd door het grandioos muziekspektakel Een avond met de Koepelblazers. De Koepelblazers presenteerden zich in een volle feesttent met een 2 uur durende wervelende show met een geheel vernieuwd repertoire aangevuld met een aantal nummers uit de oude doos. De Koepelblazers zagen er niet alleen geweldig uit, maar speelden ook fantastisch. Het publiek ging helemaal uit zijn dak. En tijdens de receptie werd Jan van Lieshout gehuldigd omdat hij 40 jaar lid is van de Koepelblazers. Piet Rijmakers, wat doet dat jou hier? Genieten van de kapel die ik ooit opgericht heb. Dat is dus punt 1. En punt 2, ja, voor de gezelligheid van de sfeer van Lierop natuurlijk, hè, wat anders. Dus, Ken je ze nog de mensen die nou lid zijn of niet? Gelijk. Ik ken ze gelijk. En ik weet nog de leeftijd ook nog ongeveer. Dus. Hoe is 50 jaar geleden begonnen? Kan je dat kort even vertellen? Hoe dat begonnen is? Ja, nou, heel simpel. Met een paar nummers. Die we dus gewoon zelf ergens hebben moeten halen. Bij Arie Willems in Helmond. Er waren pianopartijen. Die hebben we uit moeten schrijven. Om dus nog een beetje muziek kan te maken. En nou ja, op onze manier dan, hè. Dat was op zijn Jan Boeren fluitjes, dat mag hij wel weten. Dus, geen carnavalsmuziek, we hadden geen Egelander, we hadden eigenlijk gewoon maar alledaagse liedjes die wij dus toen de tijd te gehoor brachten. Ja. Was wat? Nou, Heide Roosje, hoe je heette ben ik vergeten, zeg Kleine Ree, bijna allemaal die dingen en een paar carnavalsliedjes ter plaatse. Bijvoorbeeld van Wat kan het geven uit Deurne. Ja, dus, maar anders, we hadden maar een stuk of 6, 7 nummers die we eigenlijk... Wat ben je toen begonnen met zijn kapel? Gewoon om te zorgen dat proberen om geld binnen te krijgen voor de club. Dat was het uitgangspunt. Voor de club? Vervaren? Vervaren, ja, tuurlijk, maar anders. Hey, het is uiteindelijk uit de vervaren ontstaan. Dus, en dat is zo gebleven. En we hebben ook altijd het uitgangspunt gehad bij de vervaren. Niet bij de vervaren, niet bij de kapel. Wat namen noemen van mensen die in de beginperiode bij waren? Van de Lierpse, als het ware. Martien van Lierp, Nart van Huchten. Bert Vlieshout, er zijn 3 van dood. Bert Vlieshout, Marinus Driessen en Piet Vermeel, die zijn dood, zal maar zeggen. En die is weinig, hè? Ja, ja, want er zijn met 11 man gestart. 11 man gestart. Anton Maas was er ook van beginnen van bij. Dus. Maar dat is wel gewoon, ook met de tamboers, Martien Rijmakers, dat is van door. Maar dat is gewoon nog wel veranderd. De Toon Maas, die er nou in Zemmer woont, die is er ook bijgekomen. Dus in die tamboers was er al een beetje wisseling in. En in de muzikanten ook een beetje wisseling. Omdat dat ze niet altijd konden. Maar de mogelijkheid, we hadden leeg zat dat er ook wisseling kon gebeuren. Hoe ben je daarbij geweest? 33 jaar. Dat is lang zat? Ja, dat vond ik ook lang zat, hè. Ja, wij waren niet meer zo jong. Nou zijn ze veel jonger bij de club. Durm is Jan Vries, had er nu al 40 jaar bij. En ik had echt nog wel een paar jaar door. Hè. Maar ik ben erbij gebleven tot ik 60 jaar was. En dan heb ik toch een niveau. Dat gezegd, het is een club voor de iets jongeren. En niet meer moeten geen veteranen zijn. Hè. Wat is erbij is gebleven? Ja, met de carnaval. En heb ik ooit gehad dat als ze afgeblazen waren, dan zou Hendrik ze me naar huis brengen. Hè. Maar dan was hij in Lierop. En toen, dan moest ik een stuk te voet lopen. En jij kent Gerrit Hoek nog wel, die er gewoond is. En dan zit hij, dat heeft Henk in met zijn trompetje. Toen ging te voet van Lierop naar huis. Want ja, de voet door de bossen naar huis. Het was wel zwaar, ook wel ooit, heel zwaar. Ook wel eens kop in gehad als je elke 3 dagen mee moet. Dan is het zwaar.
dat is van vroeger, hè? Nee, het schiet vol. Maar het schiet wel vol dat mijn zoon en daar, nog een klein kind, spelen mee. Dat is apart, hè? Ja, dat was zeker, dat is mooi. Maar die hebben een opleiding gehad. Ja, dat kan je niet? Nee. Komen wij veel aan tekort. Je hebt speciaal opgelet op Jens en op jouw zoon, of niet? Wat? Je hebt speciaal opgelet op die twee? Ja, zeker. Hoe doen ze het? Oh, niet slecht. Maar ik hoop nog dat je één nummer kunt doen. Welk nummer? Nog een show wekker. Jens, de open kunt kijken, hoe vind je dat? Ik vind dat super gaaf. Hans opa is er altijd bij, dus het is eigenlijk niks anders. Maar hij komt eruit, hè? Opa is altijd voor de partij. Ja, hij moet alles meegemaakt hebben. Hij lijkt het niet op mij, hè? Wat vind je ervan? Hoe ging het nou? Ben je nou halverwege? Het gaat super. Ja, ik ben hartstikke tevreden, maar het mooiste moet nog komen. Ja. Dan gaan mensen gewoon allemaal te bed. Ja, ik denk het niet, hoor. Die blijven wel. Hey, dat wordt nog hartstikke mooi. En het gaat lekker, dus... We kennen elkaar, hè? Ja. We kennen elkaar. Daarom. We zijn halverwege. Hoe gaat het? Het gaat heel goed. Het is lekker druk. Het zit er goed vlot in. We zijn op tijd bij alles. Ik vind het keimooi. Als je een spullen met jouw neus gaat en met je oren, ja. Dat vind ik knap. Ik ken alles, heb ik gehoord. Maar dat ging ook goed. Je mag wel een beetje show maken. Hè. Je moet niet alles geloven wat je ziet. Dat vind ik wel fijn. Het publiek reageert heel goed, hè? Ja, dat vind ik schoon. Het ging helemaal goed. Je hoort de reacties, je ziet die mensen staan, genieten ze hebben gewoon een mooie avond. Ja, het is voor de pauze al goed. Wordt de pauze dan naar de pauze dan minder, of wordt het nog beter? We gaan gewoon weten met hetgeen wat we gedaan hebben. We hebben nou, het zal niet meer zo lang duren als dat we gehad hebben, maar het komt goed. Je noemt erbij Kapel. Ik vind het een beetje een belachelijke naam voor zo'n orkest. Ja, vroeger was het Kapel, Boerenkapel. Nou is de Koepenblazers, Kapel de Koepenblazers. Ja, het blijft Kapel. Ja, ik kan zeggen, muziekvereniging, de Koepenblazers, nee, dat... Het is een showorkest, het worden. Ja, show. Het kan. Maar in ieder geval, de Koepenblazers. Je bent als lid van de Koepenblazers. Zit er nog geen sleet op, Jan, of niet? Wat niet? Zit er nog geen sleet op? Ja, een beetje. Ja, daar zou ik niet over hebben. De Koepenblazers, ik leid me in de carnaval en denk ik, ja, een kapel... Is een kapel, maar ik zie hier heel iets anders. Je haalt iets heel anders uit je mensen. Ja, van zomaar een kapelletje. Ja, die tijd is dus geweest. En duidelijk hier ook in zomer. Of in Lierop, sorry. Ik ben helemaal vol van. nee, het is niet zomaar een kapelletje. Ze hebben er keihard aan gewerkt. Ze hebben veel mooie extra nummers gerepeteerd. Ze zingen erbij. Ja, het is gewoon toch hartstikke leuk zo. Ja, die mensen komen naar een muziekpeul. Op een gegeven moment moeten ze danspasjes en allerlei andere dingen doen. Vringt er nooit? Denk ze, ben je nou weer van plan? Balletles hebben ze nog net niet gegeven. Maar dat is misschien voor over 10 jaar. Ja. Maar mensen kunnen altijd meer dan ze denken. Absoluut. Verborgen talenten komen er nou helemaal uit hier in Lierop. Ja.